En dan gaat die verdediging weer naar voren. En nog steeds naar voren. Je hebt haast geen veld meer om te spelen. En nu is het niet goed dichtgeklapt. En nu heeft Romein een schietkans. Oh, oh, oh. Romein, morgen word je 31. Het zou een leuk verjaarscadeau zijn geweest als je hieruit had gescoord. Sportclub Schiedam heeft vanmiddag als gast Piet Romein. Piet, hele goede middag. Goedemiddag. Het is een eer voor mij om jou in het programma te hebben. Want even voor de wat jongere kijkers. Jij mag zeggen dat jij wel een sporticoon van Schiedam bent op voetbalgebied. Ja. Want ik heb het even opgezocht. Ik zal het even voorlezen. Rotterdam stond vorig jaar op zijn kop met het kampioenschap Feyenoord. Eén keer in de 18, 19 jaar. Jij bent vanaf 1962, 71 heb je het eerst van Feyenoord gevoetbald. Je bent drie keer landskampioen geworden. 65, 69, 71. Twee keer de beker gewonnen. Ja. Eén keer de Europa Cup gewonnen. En één keer de wereldbeker gewonnen. Nou, dat is heel mooi, hè? Ik denk dat niet veel spelers dat na kunnen zeggen. Dat zijn er maar heel weinig. Ja. Die jongens die nog leven dan van die periode toen de tijd. Ja. Als locatie zei jij van, nou, Wijkcentrumbrug, Heijmansplein, want daar bejart ik altijd. Ja. Jij bejart hier, dus daar zijn we gaan zitten. We gaan even terug naar je jeugd. Welk jaar ben jij geboren? 39. Nou, dan hebben we hetzelfde bouwjaar, Piet. Kijk eens op. En waar, in Schiedam? In Schiedam, ja. 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 En welk deel van Schiedam? Dat was in het westen. In het westen geboren? In het westen, ja. Wat voor gezin kwam jij vandaan? Ja. Ja, wat voor gezin. Ja, een vader en moeder. Hardwerkende vader. Een hele lieve en leuke moeder had ik. Ja. En ik heb nog een zus trouwens. En een zus? Ja. En dat, ja, dat is zo opgegroeid, maar die waren zo met voetballen bezig, die mensen, die twee, mijn ouders. Ja. En toen ben ik begonnen bij SV, op de Averdijk was dat nog. Zat SV op de Averdijk. Ja. Maar voordat je lid werd van een voetbalclub, welke school heb je gezeten? Ik heb eerst op de lagere school gezeten. Dat was in Schiedam, bij de Hoge Boomwacht daar in de buurt. Die houten scholen zijn dat. Ja, ja. Ja. Finse scholen. Ja. Nou, toen ben ik naar de Abelschool gegaan, heb een diploma gehaald ook. Ja. Het voetballen, dat is ook, mag ik aannemen, op straat begonnen? Ja, uiteraard. Toen kon je nog op straat voetballen. Hè. Er kwamen geen auto's in de straten. Nee. Want de pusjes van de afvoer van het water, dat waren de kooltjes zogezegd. Ja. En dan liepen we een groepje tegen elkaar te spelen. Zo. In de straat. Ja. En je had nergens last van, want er kwam geen auto, geen vis, niks. Nee. Op welke leeftijd ben je bij SCV gaan voetballen in de jeugd? Toen was ik, even kijken hoor, een jaar of 10 denk ik. Ja, een jaar of 10. Ja, want wat nu is, dat zal van de 6e, 7e voetballen, was toen nog niet. Je had geen pupillen. Die had je niet, dat had je dus niet. Jij bent eigenlijk op je 10e bij SCV gaan voetballen. En dan kwam je gelijk in de C'tjes, hè? Ja, kwam je in de C's te voetballen. Ja. Maar ik had me eigenlijk opgegeven als keeper. Want mijn vader was ook keeper geweest. Hij kwam bij een vereniging in Schiedam, SVDPW, toen de tijd. Hij speelde nog op de Prellenweg. Nee. En zodoende ben ik me opgegeven als keeper bij SVV. Nee. Maar ja, toen kwam de eerste wedstrijd en toen was er nog een keeper. Dat was Henk Salari, ik weet niet wie die naam was. Ja, trainer van PPSC. Ja, dat is... Oh, is dat zijn... Daar, die zijn vader uiteraard. Ja, uiteraard. Die was ook keeper, maar die was groter dan ik. Ja. En die moest in de goal. En ik moest in de spits. Nou, daar heb ik geen spijt van gehad, want ik heb aan de lopende band lopen scoren daar in SVV. En toen kwam ik in C1, B1, A1. In A1, dat was, toen was het betaalde voetbal net begonnen, denk ik, zo'n beetje. Ja, maar dat was... 54, en jij is al in 39, 56 zo'n beetje A-speler geweest. Ja, toen ben ik in de A'tjes gekomen. Ja. En speelde je toen in die competitie, zeg maar, Rotterdam en omgeving met Feyenoord en Sparta? Excelsior en Feyenoord en noem ze maar op, Neptunus, alles. Ja, want we zijn wel dezelfde leeftijd, dus ik heb nog zo'n idee dat ik met Neptunus heen ook nog tegen jou ter SCV heen gespeeld heb. Dat klopt allemaal. Maar toen gingen we nog met de fiets naar die velden toe. Hè. Ja. Dan rijden bussen natuurlijk. Nee. Ja, verzamelen op de club met de fiets. En op de fiets daar naartoe. Sparta, overal waar we heen gingen, dat was wel leuk natuurlijk. Ja.
De hele andere tijd natuurlijk, ja. En niet vergelijken met nu. Ja. Nu worden ze allemaal gehaald met busjes. En toen ben ik in het eerst gekomen. Hoe oud was je toen? 16 jaar. 16 jaar? 16 jaar. Ja. Op welke positie? Op de rechtsback. Op de rechtsback, ja. Al toen? Want in A1 heb ik al die tijd spits gespeeld. En toen kregen we een trainer, Toon van Ende. Die heb je nog al gekend. Toon van Ende ken ik, ja. En die heeft mij op de backplaats gezet, rechtsback. En nou, dat ging hartstikke lekker. Ja. Welke spelers zaten we toen de tijd in de eerste? Jan de Schijndel. Ja, Henk Kuneman. Gerrit Verpelt. Arend Verkampen. Ja, ik weet niet of je die namen allemaal kent. Ja, die ken ik wel. Dat er toch ook nog namen uit die tijd dat ze kampioen werden. Ja, Jan van Schijndel onder andere. Ja, en Henk Kuneman natuurlijk. Ja. Gerrit Verpelt. Gerrit Verpelt. Nee, Gerrit niet. Die was er iets later. Okay. Maar die zat, toen ik erin kwam, zat er ook in. Keesje Malta, die heb ik ook nog wel gekend. Ja. Die speelde toen en stond Jaap Kouwe in de goal, keeper. Ja, bekende keeper. Ja, altijd in Sparta uitgekeept, het eerste. Ja. Nou, en dat ging hartstikke goed, maar alleen mijn eerste wedstrijd vergeet ik niet. Tegen wie was dat? Dat was tegen Haarlem en er stond linksbuiten Groeneveld. Die speelde toen in het Nederlands zelf al linksbuiten. En daar tegen moest ik spelen op de Avondijk. Nee. En nou, die man, ja, achteraf moet ik wel lachen, maar die heeft meer aan de zijkant gelegen over de lijn heen. Als dat hij in het veld gelopen heeft. Ja, toen kwam weer de rust en toen kwam Jan Schijnen naar me toe en kun je nog Piet. Rustiger gaan spelen. Dat is veel beter voor je, weet je. En dan komt het veel beter uit allemaal. Ja. Nou, en dan ben ik langzamerhand gaan leren en dat ging steeds beter. Ja. En toen kreeg ik Hans Kroon, heb ik nog gehad als trainer. Die is een hele bekende trainer geweest. Toen gehad. En in die periode ben ik overgegaan. Feyenoord. Hoe ging dat toen? Kwamen er mensen kijken van Feyenoord naar SCV, naar jou? Zijn ze ook geweest. Maar er was PSV, waar ze geweest kijken, van Gelder. Van Groningen toen de tijd nog. GVV was dat toen. Van Sparta. Ik denk, ja, wat moet ik nou doen? Maar Feyenoord waren ze nog niet geweest. Oh. En toen kreeg ik ineens een telefoontje van bestuurslid van Feyenoord. Joh Piet, Feyenoord is bij ons geweest, die hebben interesse in jou. Ja. Ik zei, nou, dat is hartstikke leuk. Ik zeg eigenlijk precies wat ik wou natuurlijk. Ja. Geweldig. Ja. Nou, we hebben een heel gesprek gehad met Kees Buitendijk. Ja. Was toen nog, zat ook nog in bestuur. Ja. Die had toen zijn grote fietsenhandel. Fietsenhandel buiten. En nou, we waren ze te praten, nou, dat ging om mij ook ooit natuurlijk. Was er toen sprake van een transfersom naar SCV toe? Weet je nog hoeveel SCV? 65.000 gulden. 65.000 gulden. Nou, toen de tijd was al een aardig bedrag. Ja, was een aardig bedrag toen de tijd. Zeker wel. Want ik dacht dat Koen toen voor zo'n 75.000 gulden. Ja, dat is best mogelijk. Ja. Dus 65.000 gulden. En hoe oud was jij toen? Toen was ik 16, 17. 16, 17. En toen kwam hij bij Feyenoord. Toen ben ik, toen heb ik eerst nog een verder gesprek gehad. Want ik woonde bij mijn ouders in en ik was al getrouwd. En toen begonnen ze gelijk over de Hoge Barmweg aan de Schiedamse kant. Ja. Dan hadden ze huizen van Feyenoord. En toen kreeg ik een huis toegewezen van Feyenoord ook. Zo. Dus het was helemaal grandioos. Ja, dat zeker. Ja. Maar ja, ik had in het begin ook helemaal geen vervoer. De eerste keer, ben ik op de Brommen. Naar de Kuip. Uit van de Brommenfiets. Ja. Op een gegeven moment toen werkte nog een voetballer, Nico Maagdenberg. Nico van Dinges was daar. En die werkte in Rotterdam in de haven. Vlakbij mij, waar ik woonde op Brommenweg. En die kwam me dan hier een keer ophalen. Maar ja, toen even later had ik dus een autootje. En toen, Dat contract bij Feyenoord. Heb je dat zelf getekend? Ik weet hoe oud je toen was. Of niet? Ja, je zelf getekend. Zelf getekend. Ja. En de bedragen toen, ging dat een vast bedrag of bedragen per wedstrijd? Nou, winnen of verliezen zat erbij, weet je wel. Erbij, ja. En premies zaten er ook bij, extra premies. Want we zouden, wat ik toen meegemaakt toen met die Europa Cup, zouden toen, als wij die Europa Cup zouden winnen, kregen we 5.000 gulden. 5.000 gulden. Nou, we wonnen hem, we zaten in bad daar in Italië en er kwam ineens Broks binnen, Guus Broks. Hij zei, jongens, ik heb een leuke mededeling voor jullie. In plaats van 5.000 krijg je 10.000. Dus het was al heel wat. Ja, verdubbeling. Ja, je kunt niet vergelijken wat ze nu hebben natuurlijk. Nee, nee. Maar het was toch wel aardig. Ja. Het was heel leuk. Nou, jij hebt natuurlijk in de verdediging met de grote namen bijvoorbeeld. Rinus. Zoals,
Israël, Theo Lazaroms, Corvel toen. Ja. Ja, noem ze maar op allemaal. Dat, ja. We hadden toen een middenveld natuurlijk met Wim Pion, Zanegem en... weet je? Haziel. Nou, wie was er toen trainer? Happel al? Nee, huh? Ik heb eerst nog een paar... ik heb eerst nog Fuchs, heb ik nog in het begin meegemaakt. Fuchs. Ja. En toen Clement. En toen die Roemeen. Die ken ik niet meer van naam. Ja, weet ik jullie ook. Ik ken hem niet meer op zijn naam. Nee. En toen kwam Happel. Nee, naar Peters. Ben Peters, die heb ook nog getraind. Nee. Wat ik zou vertellen met Ben Peters, wat wij nu voor het stadion, waar die nu de parkeerterrein hebt, weet je wel. Ja. Had je toen een voetbalveld nog liggen? Ja, had je een... En in de winter werd daar een hele grote tent neergezet. Ja. En dan gingen we in trainen met Ben Peters. Lekker. Conditietraining in die tent. Ja, dat was heel modern toen de tijd. Maar we hadden een conditie. Ja. Nou, niet voor mogelijk hoor. Het was wel pezen natuurlijk, maar tentjes. Ja, en onder Happel... Toen Ben Peters, toen is Happel gekomen. Ja. Die kwam natuurlijk in een gespreid bedje natuurlijk. Ja, maar dat was wel een bijzondere man, die Happel. Een hele bijzondere man ook. Ja. Hele fijne man ook. Ja. Maar die rookte als een idioot. Ja, ja, ja. Maar nou, jij rookt ook? Ik, ja, ook, ik rookte ook, ja, maar niet zo als hij hoor. Nee, maar op een gegeven moment, als we met de bus ergens heen gingen wedstrijden, mocht er niet gerookt worden. Dat deed hij zelf ook niet. Dat is een goede voorbeeld, deed hij zelf ook niet. Tot op een gegeven moment gingen we met de bus gingen we naar GVAV, ken je nagaan. Later zijn we met de trein gegaan, wat was veel makkelijker. Maar gingen we met een groepje achterin zitten, met Hanegem, Weri, ik en Theo Lazarus. Ja. Dan deden we de raampjes open aan de zijkant en zo. En dan hadden ze een stiekem met trekking te nemen. Buiten. Maar op een gegeven moment waren we gestopt en Theo zat net, die wou net een trek nemen en Happel die eruit zijn gewoon. En die ziet dat. Je werd op de trein gezet naar huis. Naar huis. Ja, zo was Happel kon ook heel, heel streng zijn. Ja, maar hij zegt als ik het niet doe, moet jij het doen. Ja. Je werd gewoon naar huis gestuurd. Ja. Hoe was dat eigenlijk? Ja, komt er als jong veetje tussen die gevestigde namen, hè, vooral in Israël en nou, Lazarom. Ik kwam natuurlijk voor de Verkerkum. Ja, dus het eerste jaar heb ik natuurlijk niet het eerst gespeeld. Maar hoe vingen ze jou daarop in dat team? Ja, geweldig. Je zat in het tweede elftal hoofdzakelijk. Een heel aparte jongens die erin voetballen. Die liepen met kammetjes en spiegeltjes in de kontzak, weet je wel. Nou, dat was helemaal niks van mij. Dat wist je ook zo allemaal. Maar ja, dat is weer een heel ander stage. Ja. Het was natuurlijk de toptijd van Feyenoord. Toen de tijd, die jaren, zeg maar. Het aantal keren was ze toen kampioen geworden zijn. Mijn eerste wedstrijd was tegen Fortuna 54. Was toen nog nu, de eerste profclub van Nederland. Nog ja, 54 is het betaald voetbal in Nederland. En toen speelde die Spits Koon. Ja, en ik stond, ik moest meedoen, Verkerkum was geblesseerd. Nee. En ik speelde een berenpartij. Ja, gek dat ik het zelf zeg, maar het was ook, en het werd ook gezegd. Ja. En toen ben ik er gelijk ingebleven. Ja. Dus daar heb ik een hele mooie ervaring op gedaan. Ja, wat nu dus eigenlijk dus zover gewoon is, dat verdedigers, vooral backs, ook opkomen, aanvallend zijn. Ja. Jij was ook zo'n speler die opkwam. Want niet veel, maar je hebt toch ook gescoord in Feyenoord. Ja, maar toen Happel kwam eigenlijk, toen is het eigenlijk gekomen. Dat allebei de backs, ik en dan Corvel toen. Dat ze opgedragen werden, weet je, ook proberen meer aanvallend voetbal te gaan spelen. En dat is later helemaal goed ingekomen. Ik ben met Zuurbier van huis. Dat ging hartstikke goed. Ja. Even naar de Europa Cup natuurlijk. De finale tegen Celtic. Hoe heb jij dat ervaren daar? Nou, dat was natuurlijk grandioos natuurlijk. Maar ik wou je nog even wat vooruit willen vertellen. Wij speelden bij Voorwest Berlin uit. En dat lag zo'n laag ijs en sneeuw hoor. En dan moesten we voetballen. Ja. Maar Wim Pionsen, die kreeg iedere keer, die kwam naar me toe en die zei, Piet, die gozer die schop iedere keer achter in mijn kuit. Was die linksbuiten, waar ik tegen speelde. Ik zei, laat het maar naar mij, dat komt wel goed. En even later, ik zie die scheidsrechter, zie ik de andere kant en kijk naar de zijkant. Ik keek ook niet, gaf die gozer een knal in zijn maag. Dus die ging gelijk op de grond leggen. Maar wat was er nou gebeurd? Die grens zegt aan de andere kant, die had het wel gezien. Dus toen werd ik het veld aangestuurd. Ik werd verrot gegooid met sneeuwballen. Ik werd oppakken en ik teruggooien. Toen zei de dokter tegen mij, Piet, niet doen, man, je zit in Oost-Berlijn. Hij zei, kijk uit. Ja, nee, ik laat me verrot gooien. Maar,
Ja, toen is het zo allemaal weer gegaan. En toen ja, kwamen we verder de wedstrijden natuurlijk, de andere wedstrijden, ja. Tegen AS Roma, tegen AS Milan natuurlijk. Wat voor schorsing kreeg je toen de tijd eigenlijk als een rijbestuurder? Eén wedstrijd. Eén wedstrijd. Ja, maar. Ik heb alleen Lecce Warschau niet meegedaan. Ja. Maar ik ben wel mee geweest ja. Om de vrouw bij elkaar te houden, ja. Daarom, van de spelers. Ja, dat was leuk, ja. Joh. Nou, toen de finale. Ja, in Italië. Dat was grandioos natuurlijk. We waren er al een week van tevoren waren we er al, ja. In Milaan. En toen zijn we ook nog eens gekeken, Milaan tegen Inter. En toen stond die Boerknik die van Inter stond rechtsback en Prati stond linksbuiten. En toevallig Appel zit naast mij. En die Boerknik die geeft die Prati een knal, zeg. En Appel zat me maar aan te stoten. En verder zei hij niks, alleen maar dat. En dat ging me heel de wedstrijd door, zo weet je. En toen komt hij na de wedstrijd in het hotel, toen komt hij naar me toe. Hij zegt, heb je gezien wat er gebeurt allemaal? Ja, ik heb het gezien. Ik zeg, ik heb het heel goed gezien zelfs. Nou, toen moesten we tegen Milaan spelen. Eerst uit, verloren met 1-0. 1-0, ja. En toen thuis natuurlijk, de return. Nou, dat was schitterend met Wim Jansen toen. Die goal bij die lange die in die goal stond, die Kudusini. Ja. En ik had die Prati natuurlijk. Nou, die heb ik gelijk in het begin, gewoon met de bal, hè, goed aangepakt. Geen last van gehad. Heel de wedstrijd niet. Nee. En toen kwam hij naar me toe naar de wedstrijd. Hij zei, toppie jongen. Nee. Fantastisch gedaan. Nou, en dan die finale. En toen naar de finale. Nou, dat was helemaal natuurlijk. Dan weet je van te horen, zaten we daar in Italië. Nou, ik heb je verteld van die wedstrijd kan je bezig kijken. Ja. We trainen daar ook. En toen, de dag van de wedstrijd, toen ja. Maar we kwamen het hotel uit voor de wedstrijd. Om naar de bus te gaan. Er stonden ik denk honderden mensen, allemaal Schotten. En die stonden allemaal te klappen van ons. Toen we eruit gingen, moesten de wedstrijd nog spelen tegen de Schotten. Nou, de wedstrijd natuurlijk. Ik heb het in 10 minuten tijd ben ik eruit gehaald. Toen kwam Guus erbij, Guzaak. En toen hadden we dus gewonnen en dat was natuurlijk helemaal een feest natuurlijk. Het was geweldig, echt geweldig. En toen stond je op de Coolsingel, op het bordes. 275.000 mensen. Ik stond toen op het Stadhuisplein met mijn dochter van 2 jaar op mijn nek. Ik kan me nog goed herinneren. Dat moet, vanaf dat balkon moet dat geweldig gezicht zijn. Ja, mooi, hè? Als hij dat in je sportleven mag meenemen. Ja, dat is schitterend. Dat was zo mooi. Maar toen we het hotel uitkwamen, toen we in de bus naar het vliegveld gingen. Ja. Al die schotten stonden er weer open te kloppen allemaal. Ja, nou, was zo, heel sportief. Zo grandioos. Ja. Echt, dat blijft bij je, hè? Dat blijf je bijhouden. Ja. Ja, dat was geweldig. Ja, toen wouden we landen op 16 over. Ja. Dat kon niet. Toen naar Schiphol uitwijken. Helemaal zwart van de mensen. We zijn doorgevlogen naar Amsterdam. En van Amsterdam op vliegveld tot hier in Rotterdam. Overal aan de Rijksweg stonden die auto's allemaal stil. Zo. Ja. Toen al die mensen te klappen, weet je. Ja. Nou, dat was echt niet normaal meer. Ja. Dat was zo mooi. Ja. Wanneer heb je eigenlijk afscheid genomen bij Feyenoord? Dat je bij Feyenoord gestopt 71. Bent? 71. Ja. Toen ben je teruggegaan naar SCV? Ik ben teruggegaan naar SCV. Ja. Rinus Scheutjes was toen trainer. Ja. En Gerry Baks was er. Die kwam van Hermes vandaan. Hij was een goede voetballer. Maar die stelde hij maar niet op. En hij kwam iedere dag bij me, toen ik die sportzaak nog op de Vlaardingen deed, komt hij iedere dag bij me, zat hij mijn kopjes te schuiven, weet je wel, en dat, daar gek van. En, maar hij haalde hem niet bij, die jongen. En toen zei ik, waarom haalde die Jootje Baks er niet bij? Hij zei, nee, dat is geen type voor SCV, zegt hij. Ik zei, waarom niet dan? Ja, die komt van Hermes vandaan. Ik zei, wat slaat dat nou op? We zijn toch rond voetbal? Ja. Waar je vandaan komt. Als je toen ben ik eigenlijk mee gestopt. Want ik denk, zo kan je niet verder werken. Want ik was aanvoerder ook nog. Ja. Nou, dat vond ik helemaal niks. Nee. En toen ben ik naar DS gegaan. Die had je toen nog, DS. Ja, weet je wel? In de ketel. Toen was Robbie Jacobs. Rob was trainer toen jij daar kwam. Ja, toen Rob kwam. Toen ik kwam, was Rob de trainer. Nou, toen heb ik een tijdje daar ook gespeeld. En was hartstikke leuk, gezellig ook. Ja. En ik kon een hoop jongens, kon ik ook al. Ja. Dus het was hartstikke leuk. Ja. En welk leeftijd ben je eigenlijk definitief ermee gestopt? Toen was ik, even kijken hoor. Ja, 33 zo'n beetje. Ja. 33. Ja. En toen ben ik gaan zaalvoetballen in Groenhoord. Pietje kwam een paar weken geleden, zat ik voor de televisie naar hier net te kijken.
En daar kwam jij ook nog voorbij. Daar zat Sjoerd Morsou van het AD. Die had een boek gemaakt over spreekoren in de stadions. Ja. Ja, en toen kwam onvermijdelijk het hondenlul van Piet Romein voorbij. Maar even voor, om misverstanden te voorkomen. Vertel eens even precies, hoe is dat nou in zijn werk gegaan? Nou, we speelden bij Sportclub Enschede uit. Ja, wat dat nu, toen de tijd nu Twente. Wat nu Twente is. En het was Arie, je vergeet wat scheidsrechter. Maar op een gegeven moment, het was gewoon een paar minuten spelen. En nou, dat was echt helemaal geen overtreding. Ik maakte hem wel, maar het was echt geen overtreding. Ja, maar hij floot ervoor. Ja. En uit die vrije trap, daar kwam die gelijkmaker uit. Dus speelden we gelijk. Maar ja, het liep me zo op te vreden. Dus ik loop naar hem toe en ik zeg, Arie, zonder dat ik erger had, bedankt hondenlul. Zonder dat ik denk, wat doe ik nou, joh? Stom. Ja. Maar ja, kleedkamer in. Wou naar hem toe gaan, weet je, om te excuseren en nee, accepteerde hij niet, niks ervan. Nou, toen kreeg ik een boete, kreeg ik 300 gulden. 300 gulden, als voor toen die tijd, toch? Ja, dat is een aardig bedrag, ja. Ja. En heb je die zelf moeten betalen of betaalde Feyenoord? Nee, ik zelf moest betalen. Zelf moeten betalen. Ja, ja, ja. Ja. Ja, toen moest je alles nog zelf betalen. Ja. Maar dat, en dat, het is natuurlijk een hele rel geworden. Ja. Op de tribunes ook natuurlijk. Maar ja, wat je tegenwoordig hoort, dat is wel iets erger dan dat. Dus, Of viel dit nog wel mee? Ja. Nu vervel je je nog niet. Ik vervel me niet. Hier lekker biljarten. Lekker biljarten. En je komt ook nog regelmatig in de kaart. In het stadion. Onder 14 jaar. Ja. Waren vaste kaarten, dus dat is ideaal. Dat is mooi voor Feyenoord. Ja. Dus een vaste seizoenkaart. Vaste seizoenkaart en een parkeerkaart en een kaart voor de business zit boven. Ja. Dus ik heb 3 kaarten van Feyenoord, schitterend. En je wordt ook waarschijnlijk nog uitgenodigd voor allerlei soorten festiviteiten die daar plaatsvinden. Ja, we krijgen dus volgende week, geloof ik, krijgen we weer een nieuwjaarsreceptie. Nou, en dan elk jaar dus een reunie. De spelers bij elkaar allemaal, gezellig, heel gezellig is. Nou, boven staat altijd een tafel gereserveerd voor ons, voor oudspelers. Dus, nou, Joop van Dalen is er al, meester Krijen, Maat, Huushaak. Het is haast allemaal wel dezelfde. Piet, bedankt. Oké, graag gedaan. Fantastisch. Leuk. Ja.